Ja, er komen 350.000 bezoekers naar de Dutch Design Week. Volgens mij kan het hier best wel druk worden. Ja, ze komen niet allemaal tegelijkertijd hier natuurlijk, maar ik denk iedereen toch wel even wil zien hoe dit eruit ziet. Op allerlei plekken in de wereld verrijzen gebouwen gemaakt van hout. In de bosrijke Scandinavische landen, Canada en Oostenrijk, maar ook in Londen en Tokio. Waar ze zelfs dromen van wolkenkrabbers van meer dan 300 meter hoog. Het zijn vaak bijzondere, iconische bouwwerken. Die lijken uit te stralen dat er een revolutie gaande is in de bouw. We hebben gewoon hier een houten woongebouw gemaakt met 200 woningen erin. En het is gewoon veel beter dan het betonnen gebouw. Dat is toch gaaf? You know, building sites are so inefficient. One in three jobs has to be done twice. You're throwing nearly half the materials that arrive on a construction site are then thrown away. I mean, this kind of crazy sort of notion that we're still building now how we built 100 years ago. We hebben nu in Nederland te kampen met een enorme woningnood. En tegelijkertijd is bouwen met staal en beton sterk vervuilend. Is hout de oplossing? En staan we aan het begin van de houten eeuw? Of is de werkelijkheid weerbarstiger? Ja, het is een kwestie van tijd. Ik bedoel, net zoals we nu ook weten dat rijden op benzine ook tot het verleden behoort, zo zal bouwen met beton ook tot het verleden gaan horen. Bouwen met hout wordt in Nederland nog vaak afgedaan als onzinnig en duur. Maar in Londen pioniert architect Andrew Waugh al ruim 10 jaar met hout. Waugh was de eerste ter wereld die een volledig houten gebouw van 9 verdiepingen ontwierp. En ook zijn eigen huis is gemaakt van hout. This is our building, this is Whitmore Road. And the whole thing is made of CLT. So from, you can see where the timber is here. That's all the timber structure there. So timber walls, floors, lift shaft, everything made of timber. And clad in timber as well, with a timber insulation. So the timber cladding is sweet chestnut, a hardwood from the UK. And then the CLT from Austria. Waugh heeft inmiddels 20 hoge houten gebouwen ontworpen. Van kantoren tot sociale woningbouw. In zijn woonplaats Londen, maar ook in Frankrijk, Scandinavië en Amerika. Deze gebouwen zijn voor hem uithangborden van een betaalbaar, snel en duurzaam productieproces. De basis voor het bouwen met hout is eigenlijk een dik soort multiplex. In jargon heet het CLT, cross-laminated timber. So this is a piece of CLT, cross-laminated timber, and it's made from a European spruce tree. This is a piece of Austrian CLT, and you can see these are the planks of the tree of here, of the planks of timber here, and running this way, and then the next layer is perpendicular to the top layer, and you layer it up in odd layers. So the top layer and the bottom layer run in the same direction. So then it's like a giant piece of plywood. Yeah, so this comes out of the factory about 16 meters by 3 meters. And then we can cut the windows out, cut the doors out. So these buildings go up incredibly simply and incredibly quickly. And they go up very quietly. So a couple of guys wandering around with electric screwdrivers. Like that. Building built, job done. But if it's that simple, I mean, yeah. How come... Why isn't everyone doing yeah. it? I don't know. Van een inferieure houtsoort kun je dus een sterk en hoogwaardig bouwmateriaal maken dat ook nog eens duurzaam is. I see something over there that says how CLT can save the world. Yes. So Anthony, my business partner, did this. This is really, really lovely little cartoon diagram that we put out. So if you grow more trees, that will absorb more carbon dioxide from the atmosphere, release more oxygen, and trees become a carbon store. You cut those trees down, you make them into buildings, that becomes a permanent carbon store, and then you grow more trees, and those trees take more carbon dioxide. So you just need to grow more trees and build buildings with them. Waugh is ervan overtuigd dat het grootste deel van het constructiewerk op een bouwplaats binnenkort verleden tijd kan zijn. Al het werk kan nu gedaan worden in een fabriek. 24 uur per dag, 7 dagen per week. If I were a carpenter, you were a lady,
Would you marry me anyway? Would you have my baby? So what we're seeing here is the future. And these modules here are for a building that we've designed in central London. And they're being prefabricated here in the factory. So windows, doors, kitchens, bathrooms, everything fitted into the timber modules. They're completed here, put on the back of a truck and taken to site. Actually, what you're seeing here is what like T4 did for car manufacturing. Absolutely, absolutely. Yeah, except for you know what? the famous kind of Model T Ford, you know, you can have any color as long as it's black. That's not the case here. Because what we're able to do here, using timber, is we're able to actually vary every box as it goes through. So pretty much every box that's going through the factory is slightly different. So you can see these, sorry mate, you can... Okay. So these kitchen units here arrive, they're prefabricated elsewhere, bought in, and then fitted into the module here. And then literally when the module arrives on site, the front door is locked, and inside, the building is completely finished. So the interior of the building, the interior of the flat is painted, the kitchens are fitted, the bathrooms are fitted, so, you know, literally ready to move in. So it's kind of plug and play. You can see actually over here, where the services are coming out of the side of the module there, and when that goes on site, they'll be fitted. It's really interesting for this. You've got your job. Ligt hier de toekomst van de bouw? Een meer en meer gestandaardiseerd productieproces waar de kans op fouten veel kleiner zal worden? Talking again this morning about the fact that 10% of a typical budget on a house is going back in and fixing all the things that were done wrong. Imagine all this stuff here, this is what you used to have to ship to a muddy building site. You know, sort of, what do they say, like, one in three jobs has to be done twice. You're throwing nearly half the materials that arrive on a construction site are then thrown away. I mean, it's kind of crazy sort of notion that we're still building now how we built 100 years ago. De revolutie van beton en staal van begin vorige eeuw heeft spectaculaire architectuur opgeleverd, die tot op de dag van vandaag indruk maakt. Amazing. Gewapend beton is constructief, sterk, brandveilig en gaat lang mee. Waarom zou je dat willen veranderen? The construction industry is the single most polluting industry in the world. And it's getting worse, not better. You know, with the amount of development that will happen and is needed to happen in India and in China. I mean, it's, you know, the kind of buildings that we're going to be building in the next 100 years, that will be the major contributor to carbon emissions. So we need to find a way of doing it differently. Not only that, we're running out of river sand. You know, we're running out of water. Concrete buildings take an immense amount of water. You are saying that the building industry is one of the biggest polluters, but yeah. I thought it was the aviation industry or the shipping industry. No, not at all. So, yeah. Not at all. I mean, aviation creates about 3% of carbon emissions. Just making cement produces 9% of the world's carbon emissions. And that's the figure that the concrete industry give you. So imagine what the real figure might be, you know? And that's already 3 times greater than aviation. A 100 years ago, the excitement that Corbusier, Gropius, you know, the Bauhaus school, all those people were kind of generating from a new architecture, from a new building material, was really, really exciting. You know, and certainly even in architecture school now, it's very much, you know, you're taught about that excitement. And I think to generate that sort of excitement, that kind of passion and energy for a low carbon timber architecture, that's what we need to do. Zitten we gevangen in een oude manier van denken? Die geen ruimte biedt voor andere grondstoffen dan beton en staal. If we were building in timber and I was trying to persuade everybody to build in concrete, it would be such a tough job. You know, poisonous.
only can do it sort of 9-10 months a year. You know, you have to build a wooden building, fill it full of a concrete building, take the wooden building away, and then build another building around it. You know, you're building three buildings. And then all this stuff, all this banging and these heavy trucks and these concrete mixers and jackhammers and grinders. And yeah, it's not a pleasant process. Ook in Nederland verrijst nu de eerste houten hoogbouw. Op de plek waar ooit de schepen vertrokken richting Indonesië heeft Bjarne Mastenbroek een houten hotel ontworpen van 8 verdiepingen. Hotel Jakarta. Het heeft de prijs gewonnen voor beste gebouw van Nederland in het jaar 2018. Het fundament is gemaakt van traditioneel beton, maar de rest van het hotel en de kamers bestaan uit volledig houten modules geassembleerd in de fabriek. Ja, dit is dus de constructie van het hotel. Alle wanden waar een hotel door gedragen wordt, 15 centimeter dik. En ook alle plafonds zijn zo gemaakt. En dat gaat ook door het balkon op. Dus er zit meer dan 2000 kuub hout in. En het is eigenlijk als een soort bouwpakketjes hier op elkaar gestapeld? Ja, dit was gewoon als Lego kon je dit in 18 dagen allemaal op die tafelconstructie beneden het restaurant opzetten. En het hebben één deel 4 lagen hoog en een ander deel 8 verdiepingen op elkaar. En verder heb je niks nodig. Je kunt het zo op elkaar zetten. En alles staat erin, behalve het bed? Ja, je kunt die kamer helemaal afmaken. Je doet de deur op slot. Je haalt hem hier naartoe en vlak voor de opening stof je alles af, maak je het bed op en dan ben je klaar. Ben je trots op dit gebouw? Ja, ik ben hier heel erg trots op. Ik word hier heel erg blij van. Vooral ook omdat het mensen heel erg blij maakt. Standaard is eigenlijk een misverstand dat als je zo'n dikke betonnen vloer maakt en dikke wanden, dat niemand zich daarbij afvraagt, is dat nou wel goed? Terwijl als je dat in hout doet, dan zeggen ze, ja, is dat nou wel zo sterk? Hoe lang houdt dat? Is niet zonder zoveel hout? Dan zeg je, ja, maar moet je eens kijken hoeveel beton erin zit. Hier zit dus alleen al in volume de helft van de beton in. Dus dat kan een ongelooflijk goede hulp zijn in alle problemen die we nu hebben om woningen te maken. Stikstofproblematiek die je nu hoort. Ik denk dat deze manier van bouwen heel erg veel kan helpen in de reductie van uitstoot. Minister Ollengren heeft dit jaar op Prinsjesdag €1 miljard toegezegd om de woningbouw een impuls te geven en de woningnood op te lossen. Dit zou het moment kunnen zijn om met hout te gaan bouwen. Maar het gebeurt nog amper. Nou ja, heel veel mensen houden zich enorm stil. Dus ik heb wel eens iemand gesproken die verantwoordelijk is voor heel veel nieuwe woningen in Nederland. En die daarin belegt. En die we een houten woningbouwproject voorlegden. Zei, hey, dit is best moeilijk om te maken. Maar ja, dat was die eerste Tesla ook. We moeten echt gewoon wat doen. Kun je ons helpen? Omdat, en ze, ja, hout, is dat wel wat? En ik zei, man, jij bent verantwoordelijk voor het grootste aantal woningen hier in de stad. Dat moet je toch al lang uitgezocht hebben. Maar men wil niet. Men gaat liever door omdat daar de veiligheid en ook zeg maar, het economisch model gebaseerd is op langjarige rendementen in een betonnen gebouw wat ze kennen. En niet in iets nieuws. Dus je moet op een hele serieuze manier moet je eigenlijk al die aspecten van het gebouw opnieuw doorrekenen en opnieuw laten zien dat het beter kan. En het zou heel mooi zijn als je een aantal bouwers, ontwikkelaars, beleggers weet te vinden die zeggen, het maakt ons verder niet uit, maar hier hebben we een groot fonds. Dat die eerste gebouwen geen rendement opleveren, dat zal wel, maar we gaan het nu doen. En dat heb je letterlijk nodig. Dus daarom is die schaalvergroting ook ontzettend belangrijk. Want anders dan blijft het een exclusief product waarbij mensen die echt wel wat geld over hebben of een oude huis heel mooi verkocht hebben met winst, die zeggen, ja, ik ga het een keer doen in CLT, mijn woonhuis bouwen. En dan blijft het daarbij. Om op grote schaal te bouwen met hout moet er wel voldoende hout beschikbaar zijn dat geschikt is om mee te bouwen. Architect Marco Vermeulen wil zowel het publiek als de bouwsector overtuigen van de noodzaak om te bouwen met hout. Ook als daarvoor bomen gekapt moeten worden. Je kunt hier bomen inzien of je kunt hier één groot CO2-depot inzien.
In zekere zin is het hetzelfde. Bijna alle Nederlandse bossen zijn ooit aangeplant met de bedoeling ze ook weer te kappen. Om het hout te gebruiken voor schepen, klompen en lucifers. In Nederland hebben we 365.000 hectare aan bos. Waarvan 225.000 natuur echt is. Hè, dus beschermde bossen. Natura 2000. Onderdeel van het Nederlands natuurnetwerk. Maar dat betekent dat 140.000 hectare aan bos echt gewoon beschikbaar is, zou je kunnen zeggen, om daar met elkaar eens over na te denken of we dat bos niet veel interessanter kunnen maken. Want wat gebeurt er nu met dat bos? Niet zo heel veel. We omarmen het eigenlijk ook als natuur, maar we realiseren ons nauwelijks dat het gewoon echt een productiebos van oorsprong ook is. En je ziet ook dat het vaak hele monotone bossen zijn, waar ook de bodem vaak niet al te goede staat is, maar ook recreatief nauwelijks iets te beleven valt. En juist door daar ieder jaar, zeg maar, heel selectief een aantal bomen aan te onttrekken. Selectieve kap, of duurzame bosbouw wordt dat ook genoemd. En dan direct ook weer dezelfde soort, of nog beter een andere soort, terug te planten. Wordt dat bos gewoon veel rijker, veel interessanter, ook recreatief. Dus meer bouwen met hout levert meer bos op, zeg je? Ja, dat is dus het tegenstrijdige. Dat is heel paradoxaal, maar meer bouwen met hout levert uiteindelijk meer bos op. Absoluut. Maar waarom zie je in Nederland op dit moment zo ontzettend weinig houten gebouwen? In Nederland zie je zo weinig houten gebouwen omdat we een minerale cultuur hebben. We zijn een delta. Dus eigenlijk, wij zijn gewend om ons bouwmateriaal uit de rivieren te halen. De steenfabrieken stonden van oorsprong ook echt aan de rivier. Dus daar konden we de klei ophalen, konden we bakken en hebben we steen. Dus we hebben echt een minerale cultuur. Bomenkappen stuit op grote weerstand in de samenleving. Begin dit jaar werden er 2200 populieren langs de A2 omgezaagd. Dat leidde tot onbegrip en woede. Nou, het was een noodzaak. Het moest gekapt worden. De vraag is, wat gaat er daarna mee gebeuren? Dat is nu echt de grote vraag. Op dit moment, het Nederlandse hout, daar kennen we alleen maar laagwaardig gebruik voor. De luciferindustrie, die is inmiddels al grotendeels verdwenen. Overigens, de lichtstad Eindhoven dankt daar zijn naam aan, maar dat terzijde. En vooral de verbrandingsoven. Het grootste deel van het Nederlandse hout gaat de verbrandingsoven in. En dat is natuurlijk doodzonde. Terwijl het gebruik eigenlijk vele malen groter en rijker zou kunnen zijn. Maar juist aan de vooravond van die hele grote woningbouwopgave waar we voor staan. We moeten ongeveer 1 miljoen woningen gaan bouwen in de komende 20 jaar. Zou juist dit een heel interessant materiaal kunnen zijn om zowel die woningopgave te kunnen versnellen, om snel woningen te kunnen realiseren en tegelijkertijd CO2 aan de atmosfeer te onttrekken. Nu wordt dus bepaald waar en hoeveel woningen er gebouwd gaan worden. En het zou zo ongelooflijk interessant zijn, en ik wil ook eigenlijk alle overheden daartoe oproepen, om ook na te denken met elkaar hoe we die woningen gaan bouwen. En dus juist ook de biobased materialen nu een kans te geven om ook onderdeel te worden van die bouweconomie. Juist die noodzaak die er is om nu die 1 miljoen woningen te bouwen, dat vormt de motor onder de biobased economy. Woon je zelf in een houthuis? Daar kan ik niet over praten. Mijn buren hebben dus in hout gebouwd, in massief houtbouw. Ik was daar stikjaloers op, omdat hun woning daar in 2 weken stond en ik een half jaar aan de ploeteren ben geweest met mijn woning. Dus er zit ook gewoon snelheid in. En de woning ruikt lekker, het klimaat is beter aan de binnenkant, de luchtvochtigheid is beter aan de binnenkant. Maar waarom heb je zelf nog geen houten huis dan? Nee, ik heb me dit ook moeten realiseren in de afgelopen paar jaar. Ja. Ik ben juist gefascineerd geraakt door wat ik bij de buren zag. En ben daar eens aan gaan rekenen en doordenken wat dit zou kunnen betekenen, juist op grote schaal. Het gaat namelijk om de schaalvergroting. Het is fantastisch om van populierenhout of van naaldhout mooie producten te maken. Maar het gaat juist om de opschaling. Hoe kunnen we ons landschap, de bomen, inzetten voor de bouwindustrie? Als we die goed te pakken krijgen en we kunnen dat uitrollen, dan hebben we ook een serieus antwoord op de klimaatopgave. Snapt de overheid dit ook niet?
Ik denk dat ze het wel snappen, maar dat niemand in dat complexe systeem weet om snel een aantal knoppen om te zetten, waardoor we het doen. Maar we zouden bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, waardoor 16.000 projecten stilliggen. De oplossing zou zijn om die op een hele andere manier te bouwen. Bijvoorbeeld met veel meer hout en minder beton. Waardoor die hele berekening voor die stikstof veel gunstiger wordt. Maar ja, het gaat veel te langzaam. Er wordt niet echt aan gewerkt, omdat de belangen in die oude systemen zijn veel te groot. De financiële belangen zijn veel te groot. Wij hadden vorig jaar een gesprek met een heleboel mensen, ook in Den Haag, over versnelling van de bouw. Ja, en helaas, daar zitten dan een aantal bouwers aan tafel die prefab containerwoningen maken. En die gaan dan het ministerie vertellen hoe zij de bouw kunnen versnellen. Met ongelooflijke kakkenwoningen. Die zien er niet uit. Hopeloos materiaal. Ze worden na 20 jaar gesloopt. Dat is nou het laatste wat we moeten doen. Maar ja, dat zijn wel de lui die daar echt als de kippen bij zijn. En proberen een graantje mee te pikken van die opschaling van tijdelijke huisvesting en goedkope huisvesting voor starters enzovoort. Ja, dat is gewoon die bouwsector echt naar het afvoerputje brengen. Dat is gewoon dom. Gewoon ontzettend dom. Je moet incentives maken om de bouwsector te versnellen met een veel gezondere manier van bouwen. When I first decided to set up in practice, I called my mom up and I said, hey mom, you know, I'm gonna set up in business. I've decided this is what we're gonna do. I'm really excited. And she was like, oh, that's fantastic. I'm so pleased for you. What's your ethos? And I said, what do you mean? What's my ethos? What does that mean? Mom, I'm gonna start a business. And she's like, yeah, but you need an ethos. And so I was like, and I kind of remember kind of just putting the phone down, a bit sort of frustrated and thinking, but you know what? That question has stayed with me my whole career. Is your mum proud of you? Is my mum proud of me? Did you find your ethos? Yeah, I did. I found my ethos. Yeah, I think my mum thinks it's pretty cool. And what does it look like? What does my ethos look like? My ethos is like, be part of the solution. You know, be part of the solution, confront these issues, you know, which often means confronting yourself. You know, and that's, you know, because this is something that is, you know, a collective guilt, really, of, you know, of Western society, particularly Western society. And we need to change the way we lead our lives. And that's not easy, because I like my life. And yeah, so I think my mum is... I better look at the road. I think my mum is proud of me. I hope so. Murray Grove in Londen is het eerste hoge houten woongebouw ter wereld. Het werd na oplevering meteen een voorbeeldproject. Ook omdat het gaat om sociale woningbouw met lage huur. So this is your first wooden building, right? Yeah, this is Murray Grove. Yeah, so 2008 we finished this building. Oh, 11 years ago. I don't see any wood. No. for a few reasons. One is you won't see wood on the outside of the building. So the structure of a mass timber building, of an engineered timber building, the structure is always hidden. But in this building, when we built this project, my client was very specific. Don't tell anybody that it's made of timber. So. How come? Because they were worried that if people knew it was made of timber, that they wouldn't buy it, they wouldn't purchase one of the flats. But you know what? This is something that we believe in. This is something that we believe that everybody should do. This is not a copyrighted process. You know, this is something we should share. So actually what we do now is we send out details to other architects. Architects contact us and ask us for advice about timber buildings. We'll spend hours on the phone. Every month, we do a student evening. So students from all over the UK come to the office and we talk to them about timber buildings. We explain to them how to detail them, what the politics are behind them, all that sort of thing. So, you know, and we've written books and we publish in magazines and we'll talk to anybody about it. So I think that was a real conscious decision. Well, it was a conscious decision as a practice that we would be completely open about what we were doing.
Now, behind you, you want to swing the camera around now because this guy lives in the building and he's got a parrot. Excuse me. Hi. Am I right in thinking that you live here? Yeah. I'm the architect who designed it. I bought a building. Yeah. Really? Yeah. Right. How long have you lived here? I think 4 years now, just over 4 years. Okay. You like it? Yeah, it's all right? It's nice and warm, very warm. Good. Oh, that's good. Very warm. Good window. Oh, that's brilliant. Can we come in with you into the entrance? Yeah, is that all right? Can. Yeah, is that okay? That's all right. Thank you. I haven't been inside here for 11 years. Haven't you? No. But I drew this. Right. I mean, literally, I drew it myself. Oh. I'm about a bit of a mess. But... Don't worry. Oh. I can see where the parrot's not allowed to stand. Well, I purchased that for him, son. Yeah. He's better off just throw him out in the balcony and gets out of the way. Come on. So, you see, every flat's got an inbuilt balcony. And. Yeah. Yeah, the balcony's blinded. And what else went for it? Other than that, no, it's fine. No, it seems to have fallen apart on it, which is surprising. Yeah, no, I'm looking around seeing if there's any cracks or anything in it. No, there's not. There's there nothing. Aren't, are there? It's really fell to pieces. Oh, good. But, you know, well, nothing's gone wrong. Good. That's wood. That's great. It would surprise me. I'm a bit of a builder anyway. I could have fixed little things. Okay, you know the whole thing's made of wood, don't you? Yeah, yeah. No, the lift shafts, the staircases, everything. It was the first one in the world. Yeah. It was all fibre tied, and you sent us a letter through saying it ain't going to, like, Grenfell's not on the outside, so... Yep, absolutely. So the first one I see that, I thought, what about this building? Yeah, no, of course you did. I think everybody felt that about... I mean, I live in a block of flats, and you think about that, don't you? Yeah. Definitely. Oh, yeah, I've seen a man of people come round here, a lot of Chinese people, yeah, filming the building. Yeah, I know exactly where they're filming it, because I know it's good because it's timber framed. Yeah. It's not frame, you know, it's solid timber. So there's no frame, it's all like solid panels of timber. So the floor is 6 inches of solid timber, the walls are 5 inches of solid timber. So there's no frame, it's like massive, looks like jumbo plywood. Right, laminated. Yeah, exactly. Yeah, laminated timber. Yeah. In juni 2017 brandt de flat Grenfell Tower in Londen helemaal af, met meer dan 70 doden tot gevolg. De angst voor brand zit er zeker bij de Londenaren nog steeds goed in. Een bezwaar tegen bouwen met hout is dan ook dat het brandgevaarlijk zou zijn. These wooden buildings are just as safe as concrete buildings, or if not safer. If not safer. I mean, we know exactly how timber will burn. So we know that a European spruce, the kind of timber that we build these buildings with, that burns at 0.7 millimeters a minute. Exactly that, you know? And so you know exactly how long the fire will last, how the material chars, and it's all established through really, really strict kind of process of research and testing. Yet on concrete buildings, we don't really know what's going to happen. You don't know when they're going to explode. The concrete will shale, explode under heat. You don't know when the steel will lose its structural integrity. So I live in a timber building. You know, I live in a CLT building, and I sleep safely and confidently at night. Een ander veelgehoord bezwaar is dat bouwen met hout veel duurder zou zijn. People always say it's more expensive. No, it's not more expensive. The thing is, if it was more expensive, I would never have been able to build in it. Nobody would ever have let me build in timber if it was more expensive. Because this client here, they were excited about the sustainability, but it wouldn't have been enough if it cost extra. You know, this cost less, and it was faster. You know, and over the last 15 years, we've really had to get good at building these buildings in order to be able to persuade, encourage our clients to build like this. Er is ontzettend veel hout nodig om de overstap van betonbouw naar houtbouw mogelijk te maken. Maar houtkap ligt steeds gevoeliger. If you have to build like millions of new houses, yeah. How many trees do you need? A heck of a lot.
we need to plant trees now. But there are a lot of trees out there too. You know, the forests that we have, I mean, forests in Canada and across the Western United States, Australia, you know, all the forest fires that we see, that's because those trees were planted to be harvested for paper, for, you know, for furniture production, that kind of thing, and we're not cutting them down. So we're not using the trees that we planted a generation ago. You know, those trees that are cut down on the Amazon, they're burnt there. You know, that's to make way for cows. Actually, if we gave those forests a value, and those, you know, those forests were certified, then actually people would begin to look after those forests, that you would give them a value beyond, you know, the cattle that are now taking their place. So just plant trees everywhere? All, like, everywhere. And it's like? All the time. How many trees? Millions. Millions and millions of hectares. We need to triple the amount of trees that we have in the world. But all triple sounds random, doesn't it? So I just grabbed that out of nowhere. So like, we just need to have as many trees as we can. You know, this planet used to be covered in trees, and we need to replant, we need to grow as many trees as we can. I mean, you know when you hear these crazy ideas about carbon gobbling machines, or, you know, burying carbon in the North Sea, or all these kind of multi-million dollar solutions to our problem. Plant a tree, plant lots of trees, that will do the same thing. And it's good for us, good for our ecosystems, good for our planet. Waar je nu ziet dat de bossen in Finland en in Zweden, dat productiebossen zijn. Dat 95% van pulp, hout wordt gekapt, er wordt pulp van gemaakt. Misschien 5% is hoogwaardige producten, waaronder constructiehout. Nou, dat is een eeuwig zonde. Je zou eigenlijk gewoon al die bomen moeten gebruiken om een houtrevolutie in de bouw te maken. Omdat je dan dat CO2 ook enorm goed vasthoudt, heel erg lang. En niet dat pulp, waarbij het binnen 2-3 jaar is het weer in de lucht. Dus dan wordt het een veel te korte cirkel. Dat gebeurt op dit moment. 95% van alle houtkap is pulp. Wordt tot pulp vermalen en wordt gebruikt voor laagwaardige producten. Papier, karton, wc-rolletjes, andere dingetjes. Maar wordt niet gebruikt als grondstof voor duurzame materialen in bijvoorbeeld bouwsector of andere dingen. Dus de partijen die nu zeggen het is niet haalbaar, want dan moeten er veel te veel bomen voor worden gekapt. Dat argument vervalt onmiddellijk omdat je... Ja, dat is ook een hele mooie misvatting. Dan zeggen mensen, ja, maar we kunnen niet al die huizen bouwen, want in no time zijn dan al die bossen weg. Maar het grappige is dat er in Finland groeit elke 40 seconden een nieuw huis. Dus reken maar eens uit. Nou, de groei van alle bomen bij elkaar, globaal in Finland, is uitgerekend. Daar kun je ongeveer elke 40 seconden een nieuw huis van bouwen. Dus dat toont al aan hoe ontzettend veel huizen je kan maken van alleen al het bos in Finland. Een miljoen nieuwe woningen en een oplossing voor de problemen met stikstof en de uitstoot van CO2. Ligt hier een uitgelezen kans? De weilanden volplanten met bomen? Ik denk dat het zeker heel verstandig is om een heel groot deel van het braakliggende agrarische areaal en op allerlei andere plekken massief te gaan aanplanten, ja. Nou, om een voorbeeld te geven. Ethiopië had de boomplantdag. En daar werden 350 miljoen bomen aangeplant in een weekend. Door de 60, 80 miljoen Ethiopiërs. En het cynische is dat je veel reacties in het Westen is van... ja, dat kan niet, 350 miljoen. Dat is een belachelijk getal. Dat zal wel niet. Slaat nergens op. En dan denk ik, waar haal je eigenlijk de brutaliteit vandaan om een initiatief in een land dat tot de armste van de wereld behoort, die er heel veel problemen hebben en die het potdorie gewoon doen, hoe haal je het in je hoofd om daar kritiek op te hebben, terwijl wij in het rijkste land van de wereld bijna, in Nederland, vorig jaar weer 5000 hectare bos verloren zijn. Omdat we gewoon niet verstandig bezig zijn. Het is toch raar dat wij als rijk land niet in staat zijn om nog niet eens 20 miljoen bomen te planten extra, maar juist terug te halen, terwijl Ethiopië het wel doet. Ik vind dat echt beschamend, dat wij op die manier zo neerkijken op dergelijke initiatieven. En een overheid zou moeten zeggen, Ethiopië 350 miljoen bomen, wij doen er 1 miljard.
Maar die, zeg maar, die grote vergezichten, die zijn er te weinig. We kunnen al dat hout importeren uit Oostenrijk of Canada. Maar Marco Vermeulen heeft berekend dat er ook in Nederland nu al voldoende productiebos aanwezig is. Zolang het maar consequent wordt bijgeplant. En jij zegt, er is voldoende bos in Nederland om die transitie waar te maken? Ja, we hebben enorm veel productiebossen in Nederland. Van oorsprong productiebossen. We hebben berekend dat ongeveer per jaar er 22.000 woningen zouden groeien in de delen die niet beschermd zijn. En daar kunnen we het mee maken. Daar kunnen we dus die miljoen woningen mee maken. Zijn we wel ongeveer 45 jaar bezig. Maar in principe groeit er ieder uur, groeien hier 2,5 huis, zou je kunnen zeggen. Dat betekent op een dag dat er 60 woningen groeien en op jaarbasis 22.000 woningen. In onze eigen bossen. Prachtig, toch? En waarom doen we dat dan nog niet? Ja, waarom doen we het niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. De urgentie wordt wel steeds groter om het wel te doen. Dus we doen het nog niet omdat we er niet gewend zijn om het te doen. Maar klimaatverandering, stikstofcrisis, er zijn genoeg aanleidingen om nu wel dit soort bouwmethoden op te pakken en ons landschap op deze manier te gaan verwaarden. Hij heeft voor de Dutch Design Week een paviljoen ontworpen van gelamineerd hout of cross-laminated timber. Met een draagconstructie van langs de A2 gekapte populieren. Met dat paviljoen wil Vermeulen het grote publiek kennis laten maken met houtbouw. Het paviljoen ook zo ontworpen dat het in principe een tijdelijke opslag is van bouwmateriaal. Zo zou je het kunnen zien. De materialen die je hier ziet kunnen dan hergebruikt worden in bijvoorbeeld in woningen. Dus in theorie, de platen hout die je hier ziet, daar kun je in de toekomst op wonen. Overigens wel interessant, hè, want je ziet dat dit paviljoen wordt nu hier gebouwd. En tegelijkertijd worden er twee torens aan weerszijden gebouwd uit beton. Ja, er moeten een aantal dingen moeten gewoon om. Die moeten gewoon helemaal anders. En nu lijkt dat alles anders moet. Ja, dat is ook zo. Ook bouwen dus. Bouwen is gewoon van heel belangrijk ook veroorzaker van een deel van de problemen. Maar op deze manier kun je daar ook een antwoord op bieden. Zou je kunnen zeggen dat je daar kijkt naar het verleden en dit is de toekomst? Ja, wat mij betreft wel, ja. Absoluut. Ja, het is een kwestie van tijd. Ik bedoel, net zoals we nu ook weten dat rijden op benzine ook tot het verleden behoort, zo zal bouwen met beton ook tot het verleden gaan horen. Waar ligt hij? Oh, daarachter. Ja, het is echt magnifiek, toch? He? Ja. Ja, het is ook voor mij de eerste keer dat ik hier boven sta. Echt heel mooi. De stad is tegenwoordig, net zoals het internet, is zo allesomvattend en zo complex. Dat is bijna een soort nieuwe natuur geworden, een soort synthetische natuur. En daar zijn een aantal onderdelen van die dus niet meer kloppen. En die moeten we veranderen. Maar die stad die zal er blijven en die zal alleen maar complexer worden. En we moeten hem veel ingenieuzer maken. De stad is nu veel te dom op heel veel vlakken. Infrastructuur, die hele betonwoestijn in de stad. Dat moeten we gaan omzetten. Dus nu is de stad een parasiet die veel te veel natuur nodig heeft en ook verwoest. Maar de stad kun je veel meer maken tot bij wijze van spreken een soort pendant. Je hebt natuur en stad en die kunnen samen elkaar versterken. Maar in de stad kan ook veel meer zelf opgelost worden. Want natuur heeft stad niet nodig, maar stad heeft wel natuur nodig. Wij zijn nog steeds voor volle 100% afhankelijk van natuur. En we denken van niet, zeker niet als je zo diep in zo'n binnenstad woont. Het zal wel, maar mooi niet. Als die natuur niet meer werkt, ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet daarmee veel meer in symbiose weer werken. En dat is wat we eigenlijk als mens zie je natuurlijk van 200.000 jaar geleden tot de 16e, 17e eeuw
was die balans er wel. En daarna is die met die industriële revolutie verdwenen. Nou, als je dat eens bekijkt, dan hebben we het over de laatste 0,01% van de mens op aarde. Dat is misgegaan. Dus het is ook niet zo raar. Maar ook wel heel mooi om te zien. We hebben het mis laten gaan, maar dat betekent ook dat we het kunnen repareren. You know, part of building for a sustainable future is about totally rethinking so many of the systems that we work in, whether it's the whole system of construction. So not just changing the building material, but changing the way we build, changing how we build, who builds it, you know, changing the systems of financing those buildings, the systems of, you know, of even inhabiting those buildings. I think all these things need to be up for grabs. The future that we're talking about, I don't think it's massively different in many ways from where we are now. But I think what will underpin society will be something different and a different relationship with the planet. And for me, that's the essential kind of cultural, social change that has to happen. You're not saying it's a wooden future. I think that it is. I think that it is a largely wooden future. I mean, I think that in terms of construction, I think that, you know, for us, that's the best way that we have found to answer these questions that we ask ourselves. You know, this is the best way that we've found. But I'm open to other suggestions, you know, and I, you know, a timber architecture has so many advantages. I think sustainable advantages, advantages for rural economies, advantages for low carbon, advantages for health and happiness, advantages that the buildings are easy to adapt and easy to, you know, to recycle. So it has lots of advantages, and I can't right now think of a better way of doing it. So I'm doing it. But if the, you know, if somebody else comes up with a better idea, then I'll jump on that one. You know, so. Yeah, I mean, this is the thing. It has to be, I think, it has to be a collective idea. De voorbeeldprojecten worden nu gebouwd, ook in Nederland. Maar om echte verandering door te voeren, is schaalvergroting nodig. En zijn andere partijen aan zet. Hoe krijg je de bal in Nederland nou aan het rollen? Dat er echt wat gaat veranderen? Nou, op dit moment is CO2 nog niet belast. En op het moment dat we dadelijk echt een CO2-prijs gaan krijgen ook, een CO2-tax, dan is het vastleggen van CO2 in bomen en in gebouwen zou een hele mooie manier zijn om ook die CO2 te beprijzen. Dus in plaats van certificaten uit te geven en elkaar boetes te gaan uitdelen, maar juist te gaan bouwen met hout, zou een hele mooie oplossing zijn om aan je CO2-tax tegemoet te komen. En dan zouden die gebouwen ook veel goedkoper kunnen worden? Ja, zeker. Op dit moment is bouwen in hout nog een klein beetje duurder dan bouwen in, met traditionele materialen. Orde grootte 10%. Maar je kunt je voorstellen, als de prijs van CO2 daar dadelijk in meegenomen wordt, ja, het is een kwestie van wachten tot dat ook goedkoper gaat worden. En wanneer denk je dat dat zou kunnen gaan gebeuren? Dat zou wel eens veel sneller kunnen gaan gebeuren dan we denken. De vraag moet zich nu gaan ontwikkelen. Maar je ziet al dat de CO2-beprijzing is in aankomst. Ik verwacht binnen 10 jaar dat misschien wel 25%, 50% van de bebouwing al in biobased materialen gebouwd gaat worden. Dus je hebt woningcorporaties nodig waarvan de directeur zegt: ik vind het goed verhaal. Ik ga vanaf nu alleen nog maar houten gebouwen maken. Ik ga het doen. Er is geen alternatief meer. Niet omdat het nou eenmaal zo zwart-wit is. Want ik al zei, je hebt ook beton en staal wel nodig. Maar omdat dat statement is zo belangrijk. We gaan het doen. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video.
Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.